Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben vanochtend aan het rennen geweest. Om 9 uur moest Jordi op school zijn, want dat gaat gewoon door. Blij mee. Toen moest Niels naar de dokter toe. Toen hij weer terugkwam, want dat was nog steeds van zijn bal. Het ziet er beter uit, maar het is nog steeds niet over. Dus hij moet nu eventjes aankijken een bepaalde tijd. Niet dat hij pijn heeft of zo, maar gewoon voor de zekerheid, want je weet maar nooit. Dus hij moet het even aankijken. En anders moet er een echo gemaakt worden van zijn bal. Nou, dat is op dit moment niet aan de orde, maar je weet nooit. Dus daarvoor is hij naar de dokter geweest. Ik ben net met de kindjes naar de winkel geweest. Ze hebben hun jassen nog aan. Die ga ik uittrekken hier naar de winkel geweest. En ik ga nu even een flesje maken voor Simmy, dat hij naar bed kan. En zorgen dat Liam zo naar bed kan. Oh, trouwens, en Niels is boven bezig. Die is deze week vrij. Die is op zolder bezig, dus die is aan het klussen. Liam en Sam liggen te slapen nog. Ik ben ondertussen bezig met eten koken. We eten boerenkool met een tataartje. En ik ben ondertussen hier ook van alles aan het doen nog. Niels is boven nog aan het klussen. Is ook met van alles bezig. Ik heb net ook welzorg even gebeld. En voor de autostoel, voor de aankleedtafel, dat gaat nog wel even duren. Maar de autostoel die kon geleverd worden, werd gezegd. Dus ik heb gebeld. En dan moet ik naar Auto op Maat bellen woensdag of donderdag. Want ze hebben het vandaag pas verstuurd. Dus woensdag of donderdag moet ik maar weer even terugbellen. En hopen dat het binnenkort geregeld kan worden. Zodat het kind fatsoenlijk in de auto kan zitten. Wat een regel af en toe zeg. Dat is wel. Een kind met een beperking moet je veel voor regelen af en toe. Ik denk dat als Niels en ik bij elkaar de uren af en toe optellen wat wij kwijt zijn aan bellen en dat soort dingen, afspraken maken, dan zitten we wel op 20 uur in de maand hoor, wat dat betreft. Gewoon echt dingen regelen, want nu ook al, ik heb, en ja, ook die mensen doen hun werk. Dit is niet klagen over dat hun werk niet goed zouden doen of wat dan ook, maar dit is meer, ik heb net bij elkaar 20 minuten aan de telefoon gezeten, zodat hun konden uitzoeken hoe en wat. Want het was vandaag pas opgestuurd, dus het stond nog niet helemaal goed erin. En ja, dus eer dat zij dat uit had gezocht, waren we al 20 minuten bekant verder. Dus al met al kom je echt wel aan die 20 uur. Want Niels moet dadelijk ook nog bellen naar de zorgverzekering voor Jordi zijn bril. Dat dus. Dus daar ga je ook weer tijd in zitten. Dus ik denk dat al met al, als wij klaar met bellen zijn vandaag. Want Niels doet bijvoorbeeld zorgverzekering. Ik doe wel zorg omdat ik weet wat ik heb afgesproken. En Niels weet wat hij qua bril heeft afgesproken. Daar weet ik dan niet. Dus dan hebben we zo onze eigen dingetjes die we doen regelen. Omdat als Niels iets heeft afgesproken, dan kan ik bijvoorbeeld niet zeggen, ja, maar het is zo en zo. Terwijl ik dat misschien helemaal niet weet. Dus zo hebben we onze eigen taken. Maar als je gaat kijken dan naar de uren waar we daarmee bezig zijn met dingen regelen, dan zijn we toch wel, denk ik, 20 uur in de maand daarmee bezig. Om dingen te regelen, dingen te bellen. Want we moeten van de week ook nog met de chirurg eventjes contact zoeken en... Ja, al met al blijf je bezig. Dus ja, maar ik ga even verder met mijn eten koken, vaatwasser uitruimen. Die doet het super goed trouwens, de vaatwasser. Ik ben er heel blij mee. Dus ook goed. Ik heb ook al geüpload, dus dat is ook allemaal in kannen en kreuken. Dat heb ik allemaal geregeld. Dus ja, ik ben wel moe. Vanavond gewoon op tijd naar bed. De twee etterbakken zijn wakker. En het derde etterbakje is daar ook aan het etteren. En Jordi wordt nu opgehaald door Niels. Dus die komt zo thuis. En ik heb met mijn oven schoongemaakt. En nou, ik ben in ieder geval gewoon van alles aan het doen. En ik ga nu even mijn boerenkool even onder elkaar doen. Onze koning is thuis. En hij is... De laatste pepernoot aan het eten. Hier, pak maar.
Maar je ziet eruit, jongen. Alles wat valt te snel voor mama. Nee, mag niet. Hier zit Sammy. En daar is Liam. Hij had vandaag leuk gehad op school. Dus dat is goed. Ja, ik heb een snoepje in mijn mond. Heel af en toe heb ik... kom ik bij de kruidvat en dan zie ik in één keer dit liggen. En dan denk ik, ja, hebben. Dus die heb ik nou in mijn mond. Vind ik gewoon af en toe heel erg lekker. Ik weet dat je een Sinterklaaskindje bent, Jordi. Maar je hoeft niet alles om te smeren met alles, hè? Baba. Ik ga even iemand schoonmaken, want die zit helemaal onder de pepernoten. Nou, die ziet er weer iets fatsoenlijker uit, hoor. Mama? Ja? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik heb alle kastjes uitgedaan. En de buitenkant helemaal schoongemaakt. Dan moet ik het bovenop aan doen. Dan moet ik de flesjes nog afwassen. En dan is de keuken klaar. En wat is papa aan het doen? Bank hangen. Ja, wat ben je aan het doen? Dan kan je niet staan te liggen hier, hè? Ja! En ik vertel tegen jou wat je moet doen, wanneer je het moet doen. Hmm. En dan hoor je... En dan moet ik ja namen zeggen. Ja, precies. Van mama. Want het is echt zo, mama blij, papa ook blij. Want anders is papa ook niet blij. Oh. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja, plezier heb ik niet, hoor. Jawel, met je nieuwe vaters, toch? Ja, het is geweldig. Hij ging de straks vanzelf open. Wat ging die? Vanzelf open. Ja, dat is waar. Dat sowieso. En hoe heet dat, die functie? Ja. Speakbriefje erbij pakken. Net wel. Ja. Hé, hey, ik ben vergeetachtig, hè? Natuurlijk droog. Natural dry. Ja, jij kan geen Engels, hè, jongen? Nee. Nee. Daarvoor heb ik jou, hè? Ja, precies. Kunnen we altijd nog een keer in Engeland op vakantie? Nee. Nou. Dan ga ik even de vuilniszak buiten zetten. Ja, want daar kreeg hij te horen dat hij dat moest doen. Een hele goede morgen. De fysio is er, dus dat betekent een mondkapje op. Niels is bij Jordi en de fysio. En ik zit in de woonkamer. En dit is mijn uitzicht. Ik kan ook niet zo praten met zo'n ding. Ik weet niet wat het is. Hij is lekker aan het spelen en aan het oefenen. Niels die is weer boven aan de gang. En ja, hij moet nu even ergens iets gaan zagen, weet ik het. Hij heeft het in ieder geval geregeld, dus prima. Dus die is even en die moest ook iets ophalen nog. En, nou, in ieder geval, dat is geregeld. Daar is hij mee bezig. Ik ben hier met twee ettertjes. Ik had gisteren de zorgverzekering. We kregen niks vergoed. Maar blijkbaar hebben ze de BTW er niet bij geteld. Dus we krijgen nou 12 euro vergoed of zo. Iets van 12 euro. Nou, woehoe! Nou, het is in ieder geval 12 euro. Elke euro is meegenomen natuurlijk. Dus, ja. Wat we nou doen is, wij hebben een abonnement bij Maatbril nu. Of in ieder geval, dat gaan we doen. En de glazen betalen we dan zelf. Dus met die 12 euro of 13 euro van de zorgverzekeraar. Dus dat. Ik heb net ook de logopediste gesproken. Want ja, Jordi die heeft momenteel even geen logopedie. Omdat hij iedere keer buikpijn heeft en alles. En ik ben trouwens foutje aan het geven. Het is heel rommelig, warrig, sorry. Hij krijgt momenteel even geen logopedie, alleen op school. En dat is niet omdat wij dat niet willen. Maar iedere keer als ik Jordi in de auto zet, uit de auto haal, daar naar binnen rij en alles. Geeft stress. Stress zorgt voor buikpijn. Nou, het hele verhaal compleet gemaakt. Uiteindelijk poept hij daar alles onder en wil hij niet meewerken. Nou, dan zit je daar een half uur voor de... Dus,
Nou ja, dus zij heeft op dit moment geen logopedie. Dus zij gaat contact opnemen met het Radboud. Hoe lang dit allemaal gaat duren. Omdat, ja. Zodat zij ook eens iets weet. Want ik heb ook gezegd van ja, ze gaan Jordi bespreken. En dit en dat. Ja, zegt ze. Maar ik kan nu niks met hem. Terwijl hij het wel nodig heeft. Dus ja, dat klopt. Dus dat. Nee, Sam. Sammy, je bent aan het happen, hè? Hap. Goed zo. Liam die heeft al zijn fruit op. Omdat ik dus gebeld werd toen ik het aan het maken was. Joef, naar beneden! Madame zit weer boven. Dat is dus eigenlijk een beetje het verhaal. Jordi is nu op school. Jordi vond deze tijd ook fruit. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Maar ik heb dus hier twee ettertjes. Eén grote etter. Eén hele grote etter. Dit keer. Niels is nog boven bezig. En we hebben de stoel van Jordi helemaal uit elkaar gehaald. Of ja, helemaal uit elkaar. In ieder geval zodat ik alles schoon kan maken. Want dat is wel nodig. In zoverre natuurlijk. Als hij straks weer eet, dan kunnen we weer opnieuw beginnen, denk ik. Is het een paardje? Wil je hem opdrukken? Liam, kijk eens. Wil je hem opdrukken? Hey, de staart is ingetrokken. Nou is het klaar. Kom, erop. Klaar. Goed. Jee! Heb je papa geholpen? Nou, zoals je ziet... Als papa even stofzuigen, want kun je ja. Hem zorg gedaan is. Ja, doe ik. De rommelmaker kan ook zelfs zijn rommel opruimen. En ik heb. Diva. Ja, ik ben ook echt een diva, hè. Ben ik ook echt. Mijn diva pak. Mijn diva pak, ja. En die twee etters die zijn dus al wakker. En Niels gaat zo Jordi ophalen. En dan moeten we om 3:30 heel eventjes Jamie video bellen. Want die is jarig, dus dan moeten we even bellen. En dat is nichtje van ons. En dan hebben we om 4:00 hebben we een afspraak met de juffrouw van Jordi. Een online meeting. Een online meeting. En na het eten moeten we eventjes op bezoek, hè? Ja. Heel ver weg. Ja, naar de overkant. Dus ja, we hebben druk. Morgen hebben we minder druk.
wat dat betreft. Ik wel. Jij hebt het altijd druk deze week, jongen. Klussen kost gewoon nou eenmaal tijd. En geld. En geld, dat is waar. Dan moeten we op een houtje gaan bijten. Nee, is niet waar. We hoeven niet op een houtje te bijten. Scheelt niet veel, maar we hoeven niet op een houtje te bijten. Twee houtjes. Twee houtjes, ja. Wij kunnen op twee houtjes bijten. We hebben een gesprek gehad. Niels is heel eventjes een vriend helpen, want die stond stil met zijn auto en zijn dochtertje. Dus het is wel belangrijk dat die ook thuis komen. Dus Niels is hun even helpen. Ik heb macaronisaus gemaakt. En Jordi krijgt er natuurlijk met rijst. Want van macaroni wordt Jordi helemaal verstopt van binnen. Dus... dat is nou klaar. En bij ons wordt het altijd zo gedaan. Eerst de rijst afgieten en dan pas de macaroni afgieten. Want ja, bijgeloof misschien, maar dan weet ik zeker dat hij niet stopt. Nou, Niels is dus eventjes een vriend helpen. En ik ga nou het eten afmaken. En zodra we klaar zijn met eten, de kinderen de pyjama's aan. En zorgen dat we klaar zijn, zodat we naar de overburen kunnen. Ik heb het cadeautje van de overbuur al ingepakt. Tada! Het is een meid en zij vindt Barbies leuk. Dus ik heb twee Barbies besteld. En ik heb voor mezelf ook iets besteld. Ik heb voor mezelf oorbellen besteld. Ja, oorbellen besteld. Ik heb gaatjes. Ik heb gewoon gaatjes. Maar die heb ik al heel lang niet meer gebruikt. En... ik wil dit weer gaan doen, dus ik zeg tegen Niels, mag ik die bestellen? Ze zei Niels, ja tuurlijk mag ik die bestellen, dus die heb ik besteld. Zijn naar binnen gekomen, doe ik, nadat we daar zijn geweest, doe ik even ontsmetten en ik zal jullie meenemen daarin, hoe ik dat doe. Kindje ligt op bed, Niels is heel eventjes die vriend helpen die autoproblemen had om de auto naar... die jongens in thuis te krijgen, dus slepen. En ja, Niels automonteur, hè, dus die weet hoe aan wat. Maar ik had het over oorbelletjes. Oh, we zijn trouwens even naar de verjaardag geweest. Was gezellig. Kindjes liggen nu in bed. Zijn moe, chagrijnig. Ik heb hier ook een spiegel staan. Om mezelf in te zien. Poepoe. Ik ben een beetje moe. Volgens mij zie je dat ook wel in mijn gezicht zo te zien. En mijn haren. Ja, ik ben mijn haren laten groeien. Voor de mensen die denken van waarom zit jouw haar zo. Ja, ik ben echt mijn haren laten groeien. Ik wil weer langer haar hebben. Hoe lang weet ik allemaal nog niet. Maar ik wil het weer langer hebben. Nou. Ik ga bellen. Zo. Er zit dan zo'n dingetje aan, hè. Ik had zo'n hekel aan. Nou, hij is er volledig af. Ik heb hier 80% alcohol. Dat doe ik altijd gebruiken voor mijn nagels. Dus ja. Ik kan hier ook even ontsmetten. En natuurlijk even een papiertje erbij pakken. Dan leg ik ze even hier op. Even goed ontsmetten. Ik heb mijn handen natuurlijk gewassen van tevoren. Even kijken. Ik weet niet of je het ziet hoor. Dus ik probeer het te filmen. Oké. Ik heb hier een spiegel staan. Echt al even geleden hoor. En hij is erdoor. Kijk maar. Oh, oké. Niels was nog iets vergeten.
Tada! Hij zit erin. Zo. Eventjes nog een keer. Zo. Nou, deze doen. Deze is lastiger, want die is schuin geschoten, of hoe je het ook wil noemen. Dus deze is altijd iets lastiger. Ik heb al gaatjes vanaf mijn derde. En deze moet ik ook altijd op gevoel doen, maar deze prik ik meestal ook van de achterkant eerst door. Het probleem gewoon is, ze zijn niet dicht gegroeid hoor, dat is echt niet wat er aan de hand is. Maar je zit gewoon een schuin gat bij, dat is het hele probleem. Ik ga heel eventjes licht erbij pakken. En hij zit erin. Ik had hem net iets of wel anders vastgepakt dan dat het moest. Maar ja, ik weet dat het zo is. Maar je moet er gewoon even doorheen. En doet geen pijn hoor, want de gaatjes zitten er gewoon hoor. Die is niet dichtgegroeid, niks. Alleen, ja, je moet dan net even weten hoe en wat. Oh, dan krijg ik dit natuurlijk er weer niet op. Op de een of andere manier kan ik dat niet aan deze kant. Zit hier recht? Rechtop, ja, hij zit er rechtop. Tenminste. Ja. Dus ik heb weer oorbelletjes. Tada. Tada. Ik heb ze er ook niet heel strak op zitten hoor, want daar hou ik niet van. Dus ja. Zo heb ik heel lang deze zo'n soort gehad. En ik heb ringetjes gehad en grote oorbellen gehad. Toen ik nog lange haar had, dan vind ik mooier dan dat ik korte haar heb. Met grote ringen. Dus ik heb wel het een en ander gehad hoor, aan oorbellen. Maar ja, nou heb ik hier een bolletje en hier heb ik bolletjes. Ik ben één grote bol. Dus maar ja, nu is het gewoon een paar dagen even goed bijhouden met de alcohol. En ja, hopen dat ze niet gaan zweren, want dat kan natuurlijk. Maar ik ben er blij mee. Hoi. Hoi. Hoe was het slepen? Ja, goed gelukt. Ja? Staat weer voor zijn huis. Ja. Mooi. En niet meer langs de weg. Precies, dat is belangrijk. Hoe noemde jij dit? Puisjes. Juist. Dan heb je 3 puisjes in plaats van 1. Ja, dat is wat hij zei. De humor die die man af en toe ook heeft, hè. Ach ja. Kindje slaapt lekker. Mm-hmm. We hebben hier nog even opgeruimd. Dus het is allemaal weer in kannen en kruiken. En wij gaan zo naar bed. Dus wij gaan ook deze ups en downs sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.